Een hele goede morgen en welkom bij nieuwe Ups and Down. Ik heb ondertussen een blaffende Inge aan mijn oor zitten, want die is nog steeds ziek. En Jordi is ook naar school. Wel met de kanttekening dat als het niet gaat, dat hij naar huis komt. Dus ze gingen kijken hoe en wat. Liam is naar school en Sam is naar school. Dus ja, ik ben even naar de winkel geweest. Ik heb even cadeautjes ingepakt voor morgen. Maar morgen is Matthijs jarig. En dan gaan we weer naar Inge toe. Naar de blaffende Inge. Dus ja, even kijken hoe het allemaal gaat lopen. Dan zijn de kindjes er natuurlijk niet. Dus volgens mij zitten we op dag 8. Ik hoor in mijn oortje, ja, het is de 8e, dus we zitten op dag 8. Het lijkt wel een potlood. Ja, zwarte oogpotlood. Maar daar ga ik nu niks mee doen. Daar heb ik nu geen tijd voor. Ik ga mijn was vouwen. Niels thuis. Die is ondertussen aan het werk. Kindjes liggen in bed. En ik ben net even snel naar de winkel geweest. Want ik was ontbijt vergeten. En ik wil jullie zo neerzetten. Maar dat gaat hem niet worden. Even kijken. Niels was mijn standaard. Dan was ik net. Ik hou dan bij de appie. En ja, deze heb je ook nodig. Die waren op. Dus die heb ik ook maar even meegebracht. En ja, dus er waren 9 stuks voor een tientje, zoiets. Dus ik heb er 9 stuks. Ja, kunnen we weer frissen naar de wc, Niels? Nee. Flips aan die bips. Zo. Dan hebben we ook aardbeidjes, want ik moest eigenlijk gewoon ontbijt halen voor zondagochtend. Want ja, hè, moet ook gewoon ontbijten zondagochtend, hè. Druifjes. En dit zijn altijd de croissantjes die ik gebruik op zondag. Dat zijn deze. Ik heb een vraag voorbij zien komen in het verleden daarover. Dit zijn de croissantjes van Daily France. Dus dat. Die liggen in de vriezer. In de vriezer bij de, in dit geval Appie. Maar volgens mij hebben ze die ook bij de Jumbo. Of zoiets. Dus dat. Ik kwam nog heel even gauw bij de ACTO een zak Lion tegen. En ik heb deze gehaald. Deze moeten we samen gewoon met de kindjes doen. Dit is gewoon een interactie hebben met je kind. Dus... ze mogen hier alleen maar mee spelen als we erbij zijn. Dus dat. Ja, mijn iced tea. Die heb ik gehaald. Ik heb deze gehaald. Daar ga ik jullie nog uitleggen over geven wat ik hiermee wil doen. Maar goed, dat was wat ik heb gehaald. En ja, dat. Ik heb ook allemaal spullen al klaargezet voor morgen. Ja, morgen gaan we een dag weg. Dus, want we gaan naar de verjaardag van Martijs. De ene oudste zoon van Inge. Dus ja, die is jarig morgen. Dus ik ga verjaardag vieren. En zondag komen mijn ouders. En ja, dus zaterdagavond, morgenavond gaan we ook weer naar huis. Ik ben zo stom geweest, hè. Maar goed, uitleg. Gisteravond, ik moet elke dag iets aan mezelf doen. Gisteravond lekker gedoucht, helemaal gescrubt. Nou, hè, lekker wat aan mezelf gedaan. Maar ik heb altijd kloven onder mijn voeten. En die moet ik altijd, zeg maar, eens in zoveel tijd moet die weghalen. Dus ik dacht gisteren, laat ik dat even snel weghalen. Ja, de hond, ik had precies daar zo'n kloofje zitten... En de hond die is dus tegen me aangesprongen omdat er vuurwerk opgestoken werd. En ja,
Als je niet tegen bloed kan, even wegkijken. Maar ja. Dat dus. Ik ben er nu aan laten drogen. De hele tijd al. En ja, we gaan wel gewoon weg. Ik ben heel eventjes, ga ik mij gaan aankleden. En zorgen dat ik zover klaar ben. En dan, ja, in de auto droogt het wel weer verder. Ja, het heeft de hele nacht in een verband gezeten, want het bloedde echt als een rund. En het is nu gelukkig rustiger. Wat ik wel nog heel even wil doen, is die adventkalender. Een spiegel. Hé, ik zie mezelf. Dus dat. En een spiegel. Komt goed. Inmiddels zijn we weer thuis. We zijn de hele dag bij Inge geweest. En met de wond aan mijn voet gaat het ook goed. Het is al een heel eind gesteld. Er komt nu alleen nog een beetje mondvocht af. Maar ja, ik zit nu lekker met mijn benen omhoog. Maar ik had deze, had ik laatst gekocht. En we gaan hem vandaag proberen. Dus ik ben benieuwd. Ja. Het is gewoon perzik ijsthee. Met perzikbubbels. Dan zag je er nog één naar beneden gaan. Ja, lekker. Nou, als je dit tegenkomt, om het ooit te proberen, is dit zeker wel een aanrader. Ja. Lekker. Goedemorgen. Het is zondag en we zijn lekker aan het ontbijten. Slashbrunch. Vannacht is Jordi wakker geweest. Daar is Niels bij geweest. Sam ben ik bij geweest. En ik heb vannacht ook gewoon heel veel buikpijn gehad. En ben naar de wc moeten rennen. Heb ik nu nog wel een beetje. Maar het is wel wat beter. Ik voel me eigenlijk ook niet ziek of zo hoor. Maar ik denk gewoon dat ik een virusje heb of zo. Maar goed, we hebben ook nog deze natuurlijk. Even kijken. We zitten nu op de 10e. 10, 10, 10. Even losmaken. Het is een lipgloss. Lipgloss. Glittery pink is de lipgloss. Oh, er zit een plakkertje op. Glittery pink. Is het wel een lipgloss? Ja, dit is een lipgloss. Lang geleden dat ik een lipgloss op heb gedaan. Ah, je ziet wel wat glitters. Ja. Ik ga even nadenken over wat ik hier mee wil doen. Ik ga sowieso nog even beneden opruimen en van alles doen. En straks weer even de douche in. Met de wond op mijn voet gaat het eigenlijk wel oké. Ik heb er wel een pleister op geplakt, zodat het een soort van demping ding is, zeg maar. Dus dan kan ik een beetje rondlopen. En ja, we gaan het wel zien hoe het allemaal loopt en doet. Dus ja, het doet ook geen pijn als in kan er niet op staan of zo. Dat doet het allemaal niet. Maar het is wel zo dat als je zeg maar loopt, dan voel je gewoon, ja, je voelt het als een schaafwond. Dus dat moet gewoon heel even helen. Dus ja, dat. Ik heb er gewoon een pleister op zitten en die doe ik eens in de zoveel tijd, doe ik die even vervangen en even de boel schoonmaken en dan weer
Hup, nieuw pleister erop. Dus dat was ook het advies van de huisartsenpost. Dus doen we het zo, hè. Dus ja, ik ga heel even aan de slag. En daarna, ik denk wel even douchen, want dat heb ik wel even nodig. En ja, dan gaan we het verder zien. En dan doe ik na het douchen, doe ik lekker wat aan mezelf. Wat kan douchen toch een mens goed doen? Ja. Ik ga niet heel mijn gezicht vandaag doen, want ik heb echt last van eczeem en het prikt gewoon. Ik heb wel mijn gezicht helemaal verzorgd, maar ik ga niet een full face doen. Maar dit is op dit moment hoe mijn voet eruit ziet. En ja, dat. In principe als ik weet dat ik ga zitten, dan laat ik het lekker drogen. Maar ja. Mijn ouders komen daar ook op bezoek en ik heb natuurlijk die kleine ukkies. Dus ik doe er lekker even een pleister op. Ik heb dat ook gevraagd wat het verstandigste was. En toen zei ze ook daarvan, ja, dan kun je het beste gewoon dat doen als een soort van kussentje. Dan hoef je niet je hele voet te verbinden. Maar dan heb je wel, hè. En de reden dat ik witte pleisters heb... dat is omdat ik slecht kan tegen bruine pleisters. Daar krijg ik allemaal uitslag van. En ja, dat is gewoon niet verstandig. Zo, twee pleisters. Hoppakee. Zo, nou, die zitten erop. Sokken aan. Ik heb ondertussen ook alweer mijn was aanstaan en zo. Niels gaat daar ook lekker douchen. We hebben het in ieder geval beneden weer netjes en opgeruimd. Dus dat is mooi. Blijven zitten, sneeuw pleister. Dat is wel het nadeel van witte pleisters. Die zijn minder goed. Dat is echt een nadeel. Maar ja, ach. Ik ben blij dat ze bestaan. Want anders had ik een probleem gehad. Dan had ik nu een hele dikke voet gehad met een hele hoop uitslag. Nou, dat is ook niet... En je hebt er natuurlijk... gewoon last van op bepaalde momenten. En voor de rest, als je lekker gewoon bezig bent, dan voel je het eigenlijk niet echt. Ik heb geen pijn aan of zo. Dat absoluut niet. Maar goed, ik heb heel mijn gezicht dus al helemaal ingesmeerd en gedaan. En nou moet ik even gaan bedenken wat ik ga doen. Ik ga niet... spul op mijn gezicht smeren zelf, zeg maar. Want dit is gewoon echt, hier prikt het helemaal en dat. Maar waar ik wel had zitten bedenken is, ik kan natuurlijk gewoon eventjes een mascaraatje en een oogpolloetje doen. Ik heb eigenlijk altijd grijze mascara. Dat vind ik fijner, mooier, et cetera. En ja, dat. En gisteren heb ik ook in de auto heb ik dit spiegeltje gebruikt. Dus ja, dat dus. En ik heb natuurlijk deze gebruikt gisteren. Dus ja, een vriendin Inge die zei al van, heb je op je gezicht gesmeerd? Dus, maar zij wist van die challenge, dus zij wist al van dat dat als antwoord ging komen. Dus maar goed, ik ga heel eventjes dit doen en dan laat ik dadelijk het resultaat zien. Nou... dit is wat ik heb gedaan. Ik heb gewoon wat mascara, een beetje oogpotlood. De lippenstift die ik op dag 1 heb. En dan ga ik eventjes deze. Overheen kleuren. Nou dat. Even kijken in het licht. Nou, ik denk dat het wel oké is zo. Lipstift blijft bij mij toch nooit lang zitten. Dus, nou, in ieder geval, ik heb iets lekker aan mezelf gedaan. Dan ga ik even mijn haar los doen. Want, hè, dan droogt het lekker. Dan ga ik even naar beneden toe. Even kleding voor de kinderen pakken. Kleding van Niels heb ik al klaar liggen. En dan kan Niels even douchen. En dan gaan we de kinderen aankleden. En dan ondertussen zijn mijn ouders er. Mijn ouders zijn op bezoek geweest.
Volgens mij slapen de kindjes. Volgens mij ook. Ik hoor in ieder geval niks. Dus moet er nog wel opruimen. Dan gaan we lekker naar bed. Ja, ik moet nog broodje smeren. Kleren klaarleggen. Maar daarna gaan we lekker naar bed. Daarna gaan we lekker naar bed. Dus wat gaan we ook doen? De vlog afsluiten. Yes. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.